Ja, dat is wat zeg. Met die promes. Heb je gelezen? Groot. Hele grote koppen in de Telegraaf. Ja, die neef van die promes. Ja, die pakt even uit. Die denkt van, hey, ik ben klaar met dat softe geleuter en een beetje dat ontkennen van die promes. En die heeft het hele verhaal, hup, verteld hoe dat gegaan is met die steekpartijen. En andere kranten, die nemen dat allemaal over. Nou, en daar zijn we dan met een speler van het Nederlands elftal die verdacht wordt van een steekpartij. En niet zo lang geleden hadden ze dat aan de hand bij Ajax natuurlijk. Want die dachten bij zichzelf, wat moeten we hier nou weer mee aan? Ja, met die promes. Dus die gingen eens even zwaar nadenken bij Ajax. En die hebben hem zo'n beetje aangehoord. En die hebben natuurlijk geluisterd naar experts zoals John van de Heuvel en noem het maar op. En die hebben hun natuurlijk verteld van, hey, daar is wel het een en ander gebeurd. Dus kijk uit. En Ajax vertrouwde dat niet. En Ajax dacht bij zichzelf, hoe krijgen we hem zo snel mogelijk weg bij Ajax? Dus hoep, weg naar Rusland met die promes. Dat hebben ze gedaan bij Ajax. Maar niet bij de KNVB. Die hebben dat helemaal niet meegekregen. Dat gevoel. Nee. En ook Frank de Boer niet. Nee. Want die maakt bekend gewoon in de selectie zit natuurlijk promes. Frank de Boer, neem nou van mij één ding aan. Eén ding mag er natuurlijk nooit gebeuren. Een speler die verdacht is van zoiets, van een steekpartij. Die mag niet in het Nederlands elftal. Dan moet je gewoon van onbesproken gedrag zijn in het Nederlands elftal. Nederlands elftal is ons paradepaardje voor het buitenland. Dat is ons visitekaartje voor de wereld en Europa. En daar kunnen we het niet hebben dat er een speler rondloopt die verdacht is. En dat is er nu aan de hand. En dat niet alleen, voluit in alle kranten. En wat er gaat gebeuren, de wereldpers die gaat dat natuurlijk overnemen. Die gaan daar ook induiken en die gaan schrijven over dat er een verdachte is van een steekpartij. En die zit bij de selectie van het Nederlands elftal. En Frank de Boer is daar al over aangesproken bij de selectie. Toen zeiden ze al, waarom zou je dat nou doen? Want die zaak wordt weer opgerakeld en dat is nu aan het gebeuren. Nu wordt het opgerakeld en opgerakeld en dat blijft misschien tijdens het toernooi alsmaar aan de gang. En daarom had dit nooit mogen gebeuren. Waarom, Frank de Boer, heb jij niet gewoon El Ghazi toen geselecteerd? Die had je moeten nemen en niks promes.